namens de commissie kijken we uit naar uw verdere instructies. Alsjeblieft. Minister, waarom heeft de president de overeenkomst niet getekend? Nou, de commissie heeft het werk gedaan. En op een gegeven moment is gebleken dat de taak van de commissie was het doen van voorstellen aan de regering. En wanneer de president dus gaat tekenen, betekent dat dat hij namens de regering zich gecommitteerd heeft. En dat betekent dat het gedragen moet worden door de regering. Wat weer inhoudt dat je het dan moet voorleggen binnen de raad van minister. Tot nu toe waren het 3 ministers. Dus je moet het voorleggen aan de raad, de VP en de rest van de raad. Er is hard gewerkt en daarom wil ik een heel hard applaus hebben voor de commissie. Er is verschrikkelijk hard gewerkt. Maar ook bij het werken worden er fouten gemaakt. Voorzitter, anders had ik vandaag echt getekend. Maar u begrijpt wel, ik kan het ook niet maken om een document hier te tekenen namens de regering. En de VP weet het niet, de minister van Justitie weet het niet en de minister van LV weet het niet enzovoorts. Dat zijn de kleine dingen. Dus voorzitter, Toriko. Dus het stuk moet nog goedgekeurd worden door de Raad van Ministers? Ja, door de Raad van Ministers. Dat gaan we heel snel proberen te doen. We gaan het, de president heeft het al gehad, dus het zal zo snel mogelijk doorgestuurd worden naar de VP voor de andere leden van de raad. En dan hopen we dat de VP dat zo snel mogelijk op de agenda zet ter behandeling binnen de Raad van Ministers, zodat wij binnen de raad goedkeuring kunnen hechten daaraan. En daarna moet het moment komen dat we overgaan tot de gezamenlijke ondertekening. Het is een hele serieuze zaak. Het is vanaf Boutersen 1, weer afgerond Boutersen 2. De partners waarmee we werken in de coalitie zijn ervan overtuigd en weten, want het staat in hun regeringsakkoord. En we kunnen die maken na een tweede keer Boutersen 2 om dit niet van de grond te krijgen. Ik bedoel, ik weet, er komt de Boutersen 3, maar ja, dat is later. Dus we gaan dit wel moeten afmaken in Boutersen 2. Ja, sommige mensen zijn moeten. Maar hoe nu weer even door, De Afro-Surinamers uit het binnenland zouden vandaag ook tekenen, maar dat is afgelast, omdat zij niet al hun zaken op orde nog hebben. Ik sprak net over bij de Paramakaners dat er een waarnemend gramang moet worden benoemd die dus namens de stam naar buiten zal treden. Ook bij de Alukus is dat het geval. Dus dat ze even nog wat ruimte hebben gevraagd ook. En het dus goed uitkomt dat we de ondertekening van hun hebben uitgesteld. Dus het traject met de Afro-Surinamers binnenland gaan we dus voortzetten. En we hebben nu als mikpunt ook een hoogtepuntdag, is rond 10 oktober, om tegen die tijd zover te zijn om ook met die groepen de gezamenlijke verklaring en stappenplan te ondertekenen. Ik vind het heel jammer. Ik vind het heel jammer dat onze Maron-gemeenschappen nog niet zo ver zijn. Ik hoop dat de Gramang voor de Maron-gemeenschappen, de kapitein, de Basha, maar ook toe de Workomang, de Sabimaf, dat eigenlijk eind oktober, zeg ik het goed, 10. Nou, dat was aan 13 oktober, maar een mooi man. Maar goed, dat we ergens in oktober ook dat we dan verder vanuit één samenwerking, want het gaat om dezelfde wet, het gaat om dezelfde informatie, de gemeenschap enzovoort, dat we dat kunnen afronden.